Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is het plan dit dienstjaar in totaal vanaf het begin van deze regering in totaal 200 miljoen bij te schrijven op de rekening van de staat. Dit is het voornemen van minister Arbeid Ramdien van Bibbers. Hij heeft meermaals aangegeven dat het niet gaat om handjes open houden, maar implementeren van beleid. In deze aflevering van Achter het Nieuws zal de bewindsman dieper ingaan op zaken en ook aangeven wat het beleid is met betrekking tot het binnenhalen van kapitaal. En we gaan ook in op de actuele zaken. Minister, welkom en bedankt voor de tijd die u heeft vrijgemaakt om vandaag bij ons te zijn. Om via dit forum het volk te informeren over het beleid van het komend dienstjaar. U heeft vaker... Ja, dank u wel. Met alle plezier. Oké. U heeft vaker aangegeven dat als wij niet presteren, wij niet gaan tellen internationaal. En dit staat niet los van die ontwikkelingspolitiek van Suriname. Hoe wordt deze gedachtegang omgezet in beleid, minister? Nee, dit is een uitgangspunt dat eigenlijk zeer fundamenteel is voor elk land. Weet u, we weten dat verschillende landen met elkaar moeten samenwerken. We weten dat verschillende landen sterker zijn dan andere landen. Een sterkere machtspositie hebben opgebouwd. Dat kan tot uitdrukking komen in de economie, in hun financiële sector. Het kan tot uitdrukking kunnen komen in hun militaire macht. Sommige landen hebben zoveel mensen dat dat op zichzelf een machtsfactor wordt. Want dat is een enorme markt, dan heb je niemand meer nodig. Ja. Dus elk land wil twee dingen realiseren. En dat is fundamenteel. En niet iedereen bereikt dat soort doelstellingen. Eén, je wilt politiek onafhankelijk zijn. Ja. Je wilt politiek je eigen weg kunnen opgaan. Twee is, je wilt economisch, financieel economisch onafhankelijk zijn. Nou, het een hangt met het ander samen. Je moet een goed politiek klimaat hebben, stabiel klimaat, gerespecteerd in de wereld, om die economie te ontwikkelen. Want je hebt natuurlijk de hele samenleving eromheen. De hele wereldsamenleving eromheen. Financieel-economisch onafhankelijk zijn betekent dat we meer moeten produceren dan we uitgeven. Zodat we onze eigen kosten kunnen dekken. Ons sociaal systeem, onze behoeften in termen van importen, onze behoeften in termen van investeringen. Dat we misschien eigenlijk niet eens meer hoeven te lenen. Zoveel geld moet je kunnen genereren. Nou, die situatie bereik je niet zo makkelijk. Maar wij zijn een rijk land. We zouden voldoende potentie moeten hebben om die financiële-economische onafhankelijkheid te kunnen realiseren. Dat is uitgangspunt voor mij. Ja. We willen naar zo'n situatie. Nou, dat betekent dat wat we ook doen in het land, in termen van beleidsbepaling, beleidsontwikkeling, we daarmee rekening moeten houden dat dat uiteindelijk het doel is. Voor buitenlandse zaken betekent dat heel duidelijk dat ons apparaat, de buitenlandse dienst, het buitenlands beleid, de buitenlandse politiek, in dienst staat van die ontwikkelingspolitiek, dat die erop is gebaseerd politiek en financieel-economisch onafhankelijk zijn. En dat is precies wat we proberen uit te voeren. Daarom praat ik altijd over de kosten die gaan met een buitenlands apparaat, is een investering. Ja. Want die investering moet je terugverdienen. Het is niet een dienst die we verlenen uit hoofde van het maakt niet uit hoeveel het kost. Het maakt wel degelijk uit hoeveel het kost. Want uiteindelijk moet je in die balans van je begroting dat kunnen terugvinden. En daarom hebben we missies. Daarom kijk ik ook naar ruimere samenwerkingsverbanden. Voor lange tijd hebben wij ons geconcentreerd op traditionele relaties. Ja. Nederland, in Europa, Frankrijk een beetje toen. In Zuidoost-Azië was het voornamelijk India, China en Indonesië. En dat in Noord-Amerika met de Verenigde Staten en onze buurlanden. En dat was ons beeld van het buitenland. Ja. Nou, we zijn dat aan het veranderen. Suriname heeft recht op een beeld, een positionering internationaal dat veel breder gaat. Dus we willen met meer landen samenwerken.
met Zuid-Korea, met een Thailand, met een Vietnam, met een Japan, met een Maleisië, met Frankrijk, met Duitsland, met Italië, in Afrika. Niet alleen met Ghana, maar ook met Zuid-Afrika, ook met Nigeria. Het zijn landen die enorm veel groei doormaken. Er zijn meer landen in Afrika overigens. We hebben gekeken naar het Midden-Oosten, u heeft het gemerkt. We werken samen met Saudi-Arabië, met de Verenigde Arabische Emiraten, met Marokko. Wij moeten ons beter presenteren in die wereldsamenleving om meer eruit te halen. En dat is precies die investering die we plegen. Voor een deel is het politiek, voor een ander deel is het functionele samenwerking. Dus op het stuk van technische bijstand, onderwijs, volksgezondheid, energie, water, landbouw, noem het maar op. En het derde is de private sector, het bedrijfsleven bij elkaar brengen. Dat is wat het ministerie van Buitenlandse Zaken als beleid heeft. Daar gaan we niet van afstappen, want dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat je buitenlandse dienst in dienst staat van de economische ontwikkeling van ons land ten goede van het Surinaamse volk. Wat hebben we te bieden aan het buitenland, minister? Want we moeten ons presenteren, politiek, ook op het gebied van business. Maar wat hebben we te bieden? Ja, het is een belangrijke vraag. Het is een enorm belangrijke vraag, want je moet jezelf ook niet overschatten. Je moet je beperkingen kennen. Maar je kan niet zeggen, omdat ik beperkingen heb, dan ga ik stilzitten en dan gebeurt er niks. Nee, want de wereld om ons heen draait door en die gaan wel vooruit. Ja. Er moet een elan zijn, er moet een spirit zijn van we willen vooruit. Nou, die vooruitgang moet je natuurlijk kanaliseren, die vooruitgangsfilosofie. We hebben enorm veel mogelijkheden. Wij zitten in de agrarische sector. We hebben water. We hebben grondstoffen. Verschillende andere soorten grondstoffen dan alleen goud en bauxiet. We hebben bos dat nu waarde vertegenwoordigt in termen van carbon trading, carbon credits. Ja. We hebben onze visgebieden die enorm veel kunnen opbrengen. We hebben nu olie en gas ook. De vraag is hoe gaan we deze sectoren, we hebben ook toerisme, ja. We hebben een mooi land. We hebben een diversiteit van bevolking, van culturen, van cuisine. Van eten. Dat zijn allemaal aantrekkelijke punten. We hebben een stabiel sociaal klimaat. Dat kunnen we presenteren. Want landen komen investeren, bedrijven komen investeren in een land waar er één, de economische mogelijkheid er is. Maar ze moeten ook een goed systeem hebben waarin ze kunnen vertoeven. Een sociaal maatschappelijk systeem, aantrekkelijk systeem. Dus die diversiteit die we hebben in zoveel opzichten, financieel, economisch, maatschappelijk, cultureel, dat is onze sterkte. En we hebben dat, we moeten dat nu gaan ontwikkelen. Daarvoor heb je wel een positieve houding nodig. Een houding naar vooruitgang. En niet kijken achteruit. We moeten rekening houden met ons verleden, sowieso. We moeten daaruit lering trekken. Maar je ziet dat de landen die vooruit gaan, zijn de landen die vooruit kijken. Ik heb dat zo vaak meegemaakt in landen. Er is een enorme elan, een enorme drive om te zeggen, wij gaan iets maken van dit land. We hebben het moeilijk, maar we gaan eroverheen stappen, we gaan eroverheen komen en we gaan iets beter voor neerzetten. Ja. In Guyana is er een behoorlijke drive spirit om vooruit te komen. Je ziet het langzaam komen daar. In de verschillende landen, in Zuid-Korea bijvoorbeeld, waar ik recentelijk ben geweest, zie je nadrukkelijk dat ze, ondanks het feit dat ze zo'n belaste historie hebben van een oorlog, van een invasie, van een occupatie, zichzelf eruit hebben gehaald en in 50 jaar tijd een land hebben neergezet die nu tot een van de rijkste, ik dacht de 7e rijkste land in de wereld behoort. Ja. Een Dubai die in 50 jaren, wij zijn ook 50 jaar onafhankelijk bijna, zich ontwikkeld heeft van een land dat voornamelijk uit de woestijn de nodige en met visvangst de nodige bronnen van inkomsten hadden, nu naar een land dat enorm veel indruk maakt op iedereen. Ja. Dus het volk zal ook moeten meewerken om deze drang naar vooruitgang te demonstreren. Ja. En dan gaan we langzaam vooruit. We moeten niet te hard willen lopen, maar we moeten wel in de goede richting lopen. Het buitenlands beleid is gericht op de ontwikkeling van Suriname, waar wij moeten participeren aan regionale en internationale fora. Wat is het verband met de visie van het Surinaams buitenlandbeleid en de participatie
aan de verschillende fora. Want er wordt nog steeds kritiek geleverd dat er te veel wordt gereisd zonder resultaten. Ja. Misschien kunt u die resultaten vanavond een beetje aankaarten. Ja, kijk, laat me beginnen dit te zeggen. Dit is geen nieuw aspect van hoe men kijkt naar het buitenlands beleid, ja, of naar de buitenlandse dienst of naar de buitenlandse reizen. Het is ook een begrijpelijke vraag hoor. Het kost geld. Men, ja, denkt dat het veel geld kost. Dat is ook zo. Maar het is onderdeel van bestuur. Laten we dat niet vergeten. Ja. We kunnen niet zeggen, dit deel van bestuur gaan we niks meer aan doen. Want het gaat effecten hebben op langere termijn. Dus ik wil wel wijzen erop dat al kost het wat, je gaat het moeten doen. Je bent onderdeel van die wereldsamenleving. Je kan niet zeggen, ik ga niet meer spenderen. Niemand hoeft te weten hoe wij het doen hier. Ik weet wat er gaat gebeuren. Men gaat geen rekening houden met zo'n. Er kan niet bezuinigd worden hierop. Er kan bezuinigd worden en er wordt bezuinigd. Okay. Ik ga u een paar bezuinigingen noemen voordat ik naar de opbrengsten kan. Ja. 1. We hebben onze missies voor 2 jaar lang op het minimale niveau gehouden. Op het minimale niveau. Dus geen extra mensen gestuurd. Nu pas sturen we een paar mensen weer. Oké? Okay? Dus dat zijn kostenbesparingen. We hebben de mensen teruggehaald. De meeste mensen zijn teruggekomen. En dat betekent ook besparing, want je hebt die missies kleiner gemaakt. Het leidt wel tot overwerk. Dat de mensen overwerkt zijn op de missies. Dat, ja, is ook niet goed. Ja. Oké? Okay? Dus we gaan nu moeten balanceren naar die situatie waarbij de missies goed zijn bemensd. Tweede is, we hebben ongeveer, onze begroting is iets van 18 miljoen US. De buitenlandse missies kosten ons 12 miljoen. Wat, ja, we willen bereiken, in ieder geval, is dat uit. Los van alle andere taken die de ambassades en de consulaten-generaals uitvoeren, willen we er zeker van zijn dat in ieder geval die 12 miljoen aan schenkingen, donaties, internationale samenwerking, functionele samenwerking wordt binnengehaald. Op dit moment, u sprak over 200 miljoen, dat is mijn doelstelling voor die periode van 2020 tot 2024, wanneer we het volgende begrotingsjaar beginnen. Op dit moment zitten we al op 135 miljoen tot vorig jaar, ja, tot eindelijk dit jaar. En nu zijn we reeds, in oktober hebben we ongeveer 9 miljoen in bilaterale ondersteuning binnengehaald. Bijdragen van Saudi-Arabië, van Zuid-Korea en een aantal andere landen, de nieuwe landen. De samenwerking met Nederland gaat voort op het stuk van Makandra, de technische bijstand. De samenwerking met Brazilië is een van de hoogste voor hun ontwikkelingsorganisatie, voor betreft Suriname. We hebben op het multilaterale vlak, dat zijn dus de organisaties die ons ondersteunen met projectuitvoering enzovoorts, hebben we ongeveer een 12 miljoen. Dus samen is het al 21 miljoen. De SDG-fonds heeft 1,1 miljoen, dus dat is ongeveer 22, 23 miljoen voor dit jaar alleen, voor 2023. Ja. Dus we hebben onze uitgaven, voor wat betreft de financiële uitgaven, reeds terugverdiend. Maar daar gaat het niet om. Ja. Het gaat bij mij erom dat we moeten begrijpen, het levert wel degelijk wat op. Het levert wel degelijk wat op. Los van het feit dat er politieke functies zijn. Dat er netwerken worden gemaakt. Dat we overeenkomsten sluiten die later meer geld gaan opleveren. Op het stuk van luchtvaart bijvoorbeeld. Wanneer we de verbindingen zijn. Het verbetert onze toegankelijkheid. Er zijn heel wat andersoortige voordelen die niet te kapitaliseren zijn in geld nog. Ja. Maar die worden ook uitgevoerd. Dus we verdienen het wel terug. Daar ben ik heel streng in. Kijk nu. Elk land heeft een ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is een klacht die ik niet alleen hoor in Suriname. Het is ook in andere landen. Daarom zeg ik, ik begrijp het. Mijn collega's zeggen ook van, ja, mensen gaan me thuis vragen, wat heeft die trip nou opgeleverd? Zij maken zich ook zorgen daarom. Ik maak me ook zorgen daarom. Maar ik kan wel bewijzen dat het wat heeft opgeleverd. En we willen meer doen. Er moet meer gedaan worden. Ik verwacht van ambassadeurs dat ze veel meer op het stuk van internationale samenwerking bereiken. Maar dat kan alleen als we nieuwe bronnen aanboren. Nou, ik noemde al Saudi-Arabië. Ja.
Volgende week komt hier een delegatie van de Saudi Development Fund. Die kunnen ons schenking, donaties doen voor projecten van een paar miljoen. Die kunnen ons concessionele leningen verschaffen, die een zeer lage rente, minder dan 1%. Voor grotere projecten, 30, 40 miljoen. Nou, dat zijn de resultaten van wat we doen in internationale samenwerking. Ze zijn hier volgende week. Er zullen drie projecten worden aangeboden. De Abu Dhabi Development Fund, hetzelfde. Die willen ook projecten hebben. Die gaan ook komen hier. We hebben recentelijk de missie gehad van, uiteraard is dit, wanneer we praten over schenkingen en de donaties, moet u er wel rekening mee houden. Wij beheren dat geld niet. Ja. Dat gaat naar het ministerie van Financiën, het directoraat ontwikkelingsfinanciering. Dus het gaat in die grotere pot, maar die wel bepaalde bestemmingen. De president van de Islamic Development Bank is hier geweest, een paar weken geleden. Daar zijn ook goede afspraken mee gemaakt. Dit zijn de dingen die uiteindelijk ons gaan helpen om dat fundament te creëren, om die doorgroei te maken, om vooruit te schieten in de ontwikkeling van het land. Maar olie en gas gaat natuurlijk een enorme boost geven aan ons economische potentie. In de diplomatieke wereld, als je een donatie krijgt van een land, verwacht dat land weer iets terug van het land waar ze iets hebben gedoneerd. Hoe gaat het precies? Want u zegt, we krijgen donaties, miljoenen. Wat verwachten die landen van ons? Laat me het zo zeggen. Het is niet alleen, ik geef je wat en ik verwacht wat terug. Ja. Dat is het niet meer. Omdat wat men wel weet, is als we een situatie krijgen, zoals in vele landen het geval is, en in vele regio's het geval is, als je de landen niet helpt, stel, we zijn een rijk land, neem onze positie. Over 10 jaar zijn we een rijk land met veel geld. Geld is dan niet het probleem. We hebben overvloed aan geld, bij wijze van spreken. Wat we niet gaan willen, is dat in onze regio er landen zijn die niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Wat is de consequentie namelijk? Die mensen gaan bewegen. Je creëert een politieke instabiliteit in de regio. Dus iedereen ziet het belang in om andere landen te helpen stabiele politieke economische situatie te creëren. Dus het gaat niet alleen altijd om ik geef je geld, dus jij moet iets voor mij terug doen. Het is ook omdat ze begrijpen, ik moet je helpen een stabiele politieke ontwikkeling te hebben, een stabiele economie te ontwikkelen, welvarend te worden, zodat jouw mensen daar blijven. Oké, we kennen de migratieproblemen in Centraal-Amerika. Als ze economische ontwikkeling in een land hadden, als in Haiti de politieke stabiliteit was, zouden de mensen niet vertrekken. Dus vandaar dat je ziet, de landen proberen deze landen te helpen om economische ontwikkeling te creëren, om politiek stabiel klimaat te creëren. Kijk, uiteraard, het is internationale samenwerking. Daarom zeg ik, ik ben blij dat u zegt, we houden onze hand echt niet op. Wij doen dat niet, absoluut niet meer. Internationale samenwerking is van op basis van goed begrip van elkaars belangen. Soms gaat het om ook het delen van dezelfde waarden en normen. Dat men zegt van we willen je helpen. Hele rijke landen hebben ons niet nodig. Misschien een keertje om een steun bij een stem. Ons stemgedrag in verband met resoluties of kandidaturen, dat kan. Maar dat betekent niet altijd dat het zich vertaalt in financiële termen. Dus zo werkt het internationaal. Het vereist wel dat je vaker met ze praat. Hoe meer vertrouwen, hoe meer zij het belang gaan inzien om die relatie te verdiepen, te verbreden. En daarvoor zijn ook de verschillende reizen. Daarom zeg ik, er zijn vele politieke, diplomatieke voordelen verbonden als we vaker praten met onze collega's in de wereld. Ja, voordat we naar een brief gaan, minister, toch een laatste vraag met betrekking tot dit stuk. Dan gaan we in het tweede blok praten over de actualiteiten. Aan het begin van deze regeertermijn had u aangegeven dat een van uw missies was om te werken aan het verbeteren van het imago van Suriname. Hoe kijkt het buitenland nu naar Suriname vanaf 2020 tot nu toe?
Heel positief, zonder twijfel. Laat me aangeven dat we bewust gewerkt hebben, systematisch aan het verbeteren van de relaties. Hoe doe je dat? Eén is de landen overtuigen dat er een gesprek mogelijk is. Dat we wat te bieden hebben, dat we een verhaal hebben, dat we een boodschap hebben, dat appelleert aan hun waarden en normen systeem. En dat hebben we gedaan. We hebben als eerste relaties, de traditionele relaties hersteld met Nederland en met de Verenigde Staten. Ik geloof dat het in oktober 2020 was dat voor het eerst sinds onze onafhankelijkheid in 1975 een Secretary of State van de Verenigde Staten hier is gekomen. Dat was voor het eerst. En waarom? Het was een demonstratie van deze regering gaan we ondersteunen omdat ze dezelfde waarden en normen ten aanzien van democratie, rechtsstaat, mensenrechten, goed bestuur, onafhankelijke rechtspraak, dat we dat delen. Maar het is niet van de ene dag op de andere dag gekomen. Ja. Je moet met ze praten, je moet ze kunnen overtuigen. Niet alleen maar omdat je het zegt gaan ze je geloven, maar omdat je bepaalde dingen doet. Nou, dat neemt tijd. Dus met Nederland en met Verenigde Staten was het een beetje makkelijker, omdat we die relaties al hadden. Ja, maar in de periode Boutersen was er ook een minister van Amerika. Ja, dat was een minister van Defensie. Ja. Ik heb het over de minister van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken. Ja, klopt. Ja. We zijn verder gegaan. De tweede stap was de relaties in Europa te verbreden naar meer Frankrijk. Vanwege het feit dat we een grens hebben met Frankrijk. Ja. En ook met België. Ook vanwege de taal, voor een groot deel. Ja. Maar ook vanwege het feit dat in België, in Brussel, de Europese Unie is. En dat is een belangrijke partner voor ons. Dat waren die vier entiteiten, zeg maar, in Europa. Nederland, België, Europese Unie en Frankrijk. Daarna ben ik doorgegaan met een Duitsland. Er zijn hoge functionarissen van Duitsland geweest hier. We zijn doorgegaan met Engeland, die is nu uit de Europese Unie. We zijn doorgegaan met Italië, waar ik recentelijk vandaan ben gekomen. En ook met Spanje. Dat is voorlopig wat we zien als Europa. In de toekomst moeten we werken aan het noordelijk deel. Noorwegen, Zweden enzovoort. Finland, Polen zijn belangrijk. In Noord-Amerika hebben we de contacten met Canada versterkt. Als ook met Mexico. De president is recentelijk in Canada geweest. Ja. En is één keer in Mexico geweest. We hebben onze relaties met Centraal-Amerika hervat. In de zin van de contacten. Op zichzelf zijn er geen specifieke banden. Omdat ze hebben soortgelijke problemen als ons. Dus wij zoeken natuurlijk naar oplossingen bij landen die ons oplossingen kunnen bieden. Ja. We hebben daarnaast de relaties binnen CARICOM zwaar geïntensiveerd. Tot het moment zeker dat president Santokki voorzitter werd van CARICOM voor 6 maanden. En we hebben de relaties met onze buurlanden, Frans-Guyana, Frankrijk, Guyana en Brazilië geïntensiveerd. Tot op het strategisch niveau. En al die aanknopingspunten zijn gebaseerd geweest op van kijk. Wij komen van een andere periode, maar dit is deze regering. Dit zijn de waarden en normen die we vragen in de internationale politiek. Dit is de richting die we op willen gaan door democratie te beschermen, te versterken. We willen ook bijvoorbeeld de politieke stabiliteit versterken. Dan krijgen landen belangstelling van oké, er gebeurt iets. Je moet leiderschap tonen. Die leiderschap komt niet zomaar zo. Ja. We zijn nu voorzitter van, naast dat we CARICOM voorzitter waren, zijn we ook voorzitter gevraagd geworden om CDCC, dat is de Caribbean Development Cooperation Council, voor te zitten. Dat is bijkans 20 landen die daarin zitten. Wij zijn voorzitter van ACS, de Association of Caribbean States, 25 landen. Dat is bijna 250 miljoen markt. Men vraagt je niet zomaar zo. Men weet van er is vertrouwen in jou, er is een visie, je gaat een bijdrage kunnen leveren. In Afrika hebben we in het Midden-Oosten hebben we Marokko opgezet. De relatie met Saudi-Arabië
Verenigde Arabische Emiraten. We willen verder gaan. Qatar is ook een potentiële kandidaat voor versterkte relaties. En we hebben Ghana weer bemenst. En er is recentelijk gevraagd door CARICOM om ook te kijken naar de bezetting van de post in Nairobi, in Kenia. Omdat dat een gezamenlijke missie kan worden waar veel, want in Nairobi is dat de regionale hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ja. Dus dat is Afrika. Zuid-Afrika, de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika heeft tijdens de vergadering van de G77 in Havana aan me gevraagd van, kunnen we niet weer starten? We hadden een ambassade daar. Ik zeg van kijk, we hebben wat issues, maar laten we praten. Dus wij overwegen, maar je ziet hoeveel belangstelling er is. Ja. Alle landen. In Zuidoost-Azië is enorm. Ik noemde al, de traditionele landen kennen we. China, India en Indonesië. Maar een Thailand, een Zuid-Korea, een Vietnam, een Japan, een Maleisië, een Singapore, hebben allemaal interesse. Ze bellen ook op, ze vragen van, kunnen we bepaalde overeenkomsten niet ondertekenen, alvast. Dus die belangstelling is uitermate aanwezig. Er is een hele positieve benadering. Maar meer dan dat, ze zien potentie. Ze zien de mogelijkheden. Laten wij een break pakken. Dan in het tweede blok gaan wij verder in op de actualiteiten. Wij praten nog steeds met minister Albert Ramdien van Bibbes over het buitenlands beleid van Suriname. En in dit blok gaan wij praten over de actualiteiten. Minister, als we praten over de actualiteiten, wil ik gelijk inzoomen op het feit dat Suriname bezig is om finale overeenkomsten te tekenen met schuldeisers voor wat betreft de schulden die we hebben in het buitenland. En ik heb begrepen dat vandaag wij een hoogste punt hebben bereikt met een van de schuldeisers. Kunt u daarop ingaan? Ja, zoals u weet, we hebben aardig wat schuld overgenomen. In 2020, systematisch zijn we begonnen aan het herschikken. Eerst is het gelukt met de Paris Club, waar een aantal kleine leningen bij elkaar zijn gebracht. En in het kader van de Paris Club zijn uitonderhandeld. Dat was een belangrijk moment, dat is heel vroeg gebeurd. Daarna zijn we doorgegaan met India. En dat is ook uiteindelijk geresulteerd in een acceptabele oplossing. We zijn ook doorgegaan met de binnenlandse schulden, want dat was ook een behoorlijk grote hap, bijna een miljard US dollar aan schulden. Die zijn toen ook goed besproken en opgelost. Wat over is gebleven zijn de commerciële crediteuren, de zogenaamde Oppenheimer leningen. Ja. Dat is ongeveer 675 miljoen. Met alle rente erbij was het bijna 800, 900 miljoen aan het worden. Die zijn, als het goed is, per vandaag afgehandeld op basis van een principeovereenkomst die enkele maanden geleden is gesloten. We zijn daar blij mee, omdat daarmee een stukje druk wegvalt op onze begroting ook, maar ook op de gevaren die er mochten zijn. Ik kom daar straks op terug. Wat is uitstaand is China in termen van de volledige herschikking. Want op bepaalde delen, bijvoorbeeld de achterstallige schulden die we hebben met China, is er reeds overeenstemming bereikt hoe we dat gaan afhandelen. Maar er zijn andere overeenkomsten, andere schulden die nog doorlopen na 24 en daar moet nog verder over gepraat worden. Daar zijn wat voorstellen over gedaan. Deze week, volgende week zullen we daar heel nadrukkelijk over praten. Tijdens mijn bezoek aan China begin november zullen we daar nadrukkelijk ook over praten met de autoriteiten in China. Belangrijk is dat we de Chinese autoriteiten moeten overtuigen dat het in een ieders belang is om die schuldherschikking af te ronden. Het duurt veel te lang, ja. Niet alleen dat, maar het legt ook een stukje onduidelijkheid aan de dag voor wat betreft onze economie. In totaliteit moet ik zeggen, schuldherschikkingen zijn noodzakelijk, omdat als je niet herschikt, is die druk op die begroting in termen van buitenlandse valuta enorm hoog, want je moet elk jaar zoveel geld dat je niet hebt betalen. Ja. Dat zou dan moeten komen uit de lopende begroting,
Dat betekent dat je bepaalde dingen die je voor het volk moet doen, niet zou kunnen doen. Klopt. Nou, dat kan niet. Ja. Dus daarom moet je herschikken om minder te betalen over een langere periode. Ja. En daardoor creëer je dus ruimte in die begroting. Dat is één groot voordeel. Ja. Tweede is, bij elke lening die we genomen hebben en je bent niet in staat te betalen, je rente en je aflossing, dan loop je het risico dat de schuldeiser naar de rechter kan stappen. Ja. Nou, dat kunnen we ons ook niet veroorloven. Want waar gaan we het geld vandaan halen? Weet u, dus nu is, als je een schuldherschikking bent overeengekomen, is die optie er niet meer voor de schuldeiser. Want ze hebben afspraken gemaakt. Ja. Dat is enorm belangrijk. Want zodra je naar de rechter gaat, en dat is het derde punt, je rating ook omlaag. We waren al in default. Ja. Door het feit dat we niet konden betalen. Nu gaan we zien dat wanneer al deze schulden zijn herschikt, dat die rating langzaam beter wordt. Nou, wat is het voordeel daarvan? Dat je goedkoper kan lenen, indien je wil lenen, indien je moet lenen. Ja. En we moeten ervoor zorg dragen dat leningen alleen maar plaatsvinden voor productieve doeleinden. Dat we daarmee productie stimuleren. Want elke lening die je neemt, ga je moeten terugbetalen. Ja. Dus ergens moet je het geld terugverdienen. Ja. Dus de rentepercentages, je kredietwaardigheid op die internationale financiële markt neemt toe, wordt verbeterd. En daardoor kan je dus inderdaad lagere rentes afdwingen en betere condities. Dus dat zijn de voordelen die je hebt als je die schuldherschikking helemaal kan afronden. China is de laatste. Ik ben erg optimistisch, omdat ik weet dat de Chinese autoriteiten zeker met ons van plan zijn om zo gauw mogelijk te komen tot de afronding. En daar wordt nog steeds over onderhandeld. Op 29 september, jongstleden, tijdens de jaarrede, heeft president Santoki aangegeven dat er ongeveer 800 miljoen al is betaald aan de internationale schulden. En deskundigen hebben twijfels hierover. Misschien kunt u uitleggen aan wie we al ongeveer 800 miljoen hebben betaald. Nou, dat is verschillend. Het is één aan de centrale bank, want daar waren ook schulden. Ja. Twee aan de lokale crediteuren. Er is enorm veel verwacht of aan werk uitbesteed waarvoor niet betaald is geworden. Diensten zijn geleverd en nooit betaald geworden. Dat zijn schulden. Die zijn terugbetaald. Langzamerhand gaan we naar een situatie waarbij de binnenlandse schuld minder en minder wordt. De herschikking met een India betekent dat je wel moet gaan beginnen met betalen. Ja. Dat geldt ook voor de Paris Club. Er zijn ook andere schuldpartijen geweest die langzaam betaald moesten worden. Wederom internationale dienstverleners. Ja. Die zijn wel betaald. En dat is, men wil gaan dan kijken naar een situatie van, er is zoveel geleend en we hebben zoveel betaald en men twijfelt of dat zo is. Ik denk dat gisteravond in een programma dat nadrukkelijk goed is uitgelegd. Maar belangrijker is om te beseffen dat als we geen schulden hadden moeten betalen, dan was die 800 miljoen of die 900 miljoen of die 500 miljoen beschikbaar voor de samenleving. Ja. En dat is niet meer het geval. Wij zijn verplicht als staat om die gelden beschikbaar te stellen voor aflossingen. En dat is precies wat we gedaan hebben in de afgelopen periode. Het creëert wederom vertrouwen in onze economie. En ik denk dat dat iets is wat we wel continu moeten beseffen, is dat als we geen leningen hadden genomen, wij veel meer ruimte hadden om Suriname en Surinamers een beter leefklimaat aan te bieden. Dus die kritiek verwijst je naar het rijk der fabelen? Nou, ik ga niet discussiëren over de cijfers hier. Het gaat bij mij om het principe. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat de cijfers die de president gepresenteerd heeft correct zijn. Ja. Daar gaat het niet om. Bij mij gaat het om het principe. De samenleving moet beseffen dat het lenen van geld en het niet kunnen terugbetalen, betekent gewoon dat je uit je eigen middelen geld gaat moeten reserveren om leningen die er zijn genomen, om die af te lossen. Dat geld had besteed kunnen worden aan scholen, aan volksgezondheid, aan voedsel enzovoort. Dat kan helaas niet. Dat kan helaas niet. Minister, met betrekking tot de kwestie Israël-Hamas.
Er wordt gesuggereerd dat Suriname onder pressie wordt gezet door één de islamitische landen en twee door Israël. Want met betrekking tot de recente ontwikkelingen, ik heb begrepen dat een Suriname toezeggingen heeft gedaan aan beide partijen en nu zitten we in een knoop. Wat is afgesproken met beide landen en waarom nemen wij geen eigen standpunt? Waarom hebben we ons verscholen achter het standpunt van CARICOM? Oké, laat me heel duidelijk hierover zijn. Suriname verschuilt zich niet tegen welk standpunt dan ook of welke verklaring dan ook. Laat me ook duidelijk zijn, niemand heeft ons onder druk gezet. Ja. Geen enkel land. Het standpunt van Suriname is gebaseerd op onze eigen principes. Die hebben we uiteengezet. Wij zijn voorstander van vrede. We zijn voorstander van veiligheid. We zijn voorstander van het feit dat wanneer er een conflict is, dat we dat op een vreedzame, diplomatieke manier oplossen. Op een hele juiste manier. Waarbij het fair is, dat geldt, het moet acceptabel zijn voor beide partijen. Dus wij zijn onder geen enkele omstandigheid onder druk gezet door wie dan ook. Ja. Het gaat ook niet bij ons om Palestina, om Israël. Het gaat om ons om het feit dat er misdaden worden gepleegd tegen onschuldige burgers. Dat is wat tegen wij geprotesteerd van mensenrechten. Terroristische aanslagen tegen onschuldige burgers kan je niet tolereren, niet als samenleving, niet als groep, niet als individu. Als we daar op die weg gaan, dan hebben we een probleem. Suriname heeft dat probleem niet, omdat we duidelijk dat standpunt zo hebben verwoord. Ten aanzien van de perceptie alsof de CARICOM statement één is die wij hebben overgenomen. Nee, zo werkt het niet. We hebben onze bijdrage geleverd in die statement. De president in de appgroep met de staatshoofden heeft bijdrage geleverd van hoe die statement er zou moeten uitzien. Wij hebben op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken ook naar die statements gekeken. En ook dus daar een bijdrage geleverd. Dat is een gezamenlijke CARICOM statement waarbij elke lidland zijn goedkeuring aan hecht voordat het eruit gaat. Dus het is duidelijk dat de percepties die gecreëerd worden onjuist zijn. Suriname kiest geen partij. Suriname heeft een reactie gegeven op een aanslag dat is gepleegd door een terroristische organisatie. Het conflict dat we kennen in het Midden-Oosten is een eeuwenoude. Het is heel gecompliceerd. Verschillende partijen bij betrokken. We kunnen daarover praten, maar nogmaals, wij gaan niet een rol daarin kunnen spelen. Omdat wij, toen ik sprak hier over beperkingen, dit is een van die beperkingen. Ja. Onze invloed, onze politieke invloed is niet van die aard. We hebben principes en die kunnen we uiten. En we kunnen andere landen oproepen om daartoe een bijdrage te leveren. Ik ben blij met de ontwikkeling in Egypte, dat er een vredesproces op gang wordt gebracht. Dat zijn de dingen die we nodig vinden. Ja. We hebben ook gevraagd, volledig in lijn met wat de Palestijnse autoriteiten wensen. En we zijn in goed contact met de Palestijnse autoriteiten. In de VN, in Caracas. We hebben nadrukkelijk gevraagd in de statements. Staakt het vuren. Laat er even rust zijn. Zodat partijen met elkaar kunnen praten. Dan wel anderen een gesprek kunnen faciliteren. We hebben ook gezegd, hou de corridors. De doorvoergebieden wat betreft humanitaire hulpverlening aan de Gaza. Aan de Palestijnen daar en anderen die daar wonen, hou dat open. Dat hebben we ook nadrukkelijk gezegd. We hebben ook gezegd, ja, één land is aangevallen door een organisatie. We hebben de organisatie veroordeeld en hun daden afgekeurd. Niet Palestina. Dat hebben we niet gezegd. Maar wat we wel gezegd hebben is, van als er een tegenreactie plaatsvindt, dus in dit geval van Israël naar Palestina, gaat het weer onschuldige burgers raken. En daar zijn we ook geen voorstander van. Ja, maar tot slot, maar waarom negeert Suriname deze landen? Want op 7 oktober heeft Israël gevraagd om een standpunt in te nemen. 2 dagen daarna, 9 oktober, vraagt Palestina
een formeel standpunt van Suriname. En Suriname heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Klopt dat? Waarom negeren wij deze dingen? Nee, we hebben niet genegeerd. Wij hebben op het standpunt, de standpuntbepaling, welke gevraagd is geworden door Palestina op, ik dacht, 8 of 9 oktober, dat het 9 was, is er op 9 oktober een standpuntbepaling uitgegeven door Suriname. Oké. Dat is wel gebeurd. Ja. En die standpunt, dat hebben ze gevraagd. Ze hebben gevraagd, we willen graag weten wat jullie standpunt is met betrekking tot de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. Op het standpunt in de verklaring van Suriname nadrukkelijk aangegeven. Ik heb die componenten net genoemd. Staakt het vuren, doorgang, internationaal recht, mensenrechten moeten gerespecteerd blijven enzovoorts. Er is een kleine complicatie die we aan het verhelderen zijn, samen met de missie in Caracas. Het schijnt zo te zijn dat wij ook communicatie ontvangen vanuit, laat ik voorzichtig zijn, we moeten nog vaststellen of dat legitiem is, vanuit een ambassade in Texas. Ja. Een Palestijnse ambassade in Texas, die blijkbaar is opgezet voor het Caribisch gebied. Dat is ons nooit formeel gezegd. Okay. Wij werken met de communicatie al jaar en dag vanuit Caracas. Dit verzoek voor een standpuntbepaling is niet vanuit de communicatie met Caracas gekomen. We zijn met Caracas nu bezig om te verhelderen wat is de status van die ene ambassadeur die ons ook communicatie stuurt. Dus dat is eigenlijk de reden. Maar wij hebben nogmaals geen partij gekozen. Wij zijn voorstander van, zoals we met elkaar hier vreedzaam leven, om ook zo'n situatie te creëren in het Midden-Oosten. Daar zijn we voorstander van. Minister, bedankt voor uw komst. Ja, er is nooit tijd genoeg om met u te praten over het buitenlands beleid. Maar we zullen nog een afspraak maken om te praten over de stand van zaken. Zeker. Dat was minister Albert Ramdien van Bibbes. Bedankt voor uw aandacht en tot een volgende aflevering.